kijken meer. Nienke. Hi, Erik. Van, er is een familienetwerk en het wordt binnen het netwerk opgelost in de landen van herkomst. En eigenlijk creëer je door COMAP ook een soort netwerk. Het is wel geen familienetwerk, hè, maar het is wel, ze ontmoeten hier andere mensen. Ze hebben jullie als rolmodel en als voorbeeld. Ja. En op die manier probeer je stabiliteit te bieden eigenlijk. Hè. De traumatisering kan je weghalen, maar je kan... Andersom werkt het ook, want het is leuk dat... En hartstikke goed dat je heel veel met het systeem doet, met de hele familie. Omdat je dat gewend bent in je eigen land. Maar dat zou hier ook gewoon werken. Dat doen we hier te weinig. Dus we zijn hier ook, heb je ook een beweging van, ja, niet alles maar gelijk met professionals. Maar kijk dan eerst eens naar het systeem. Want dus multifunctionele systeemtherapie en zo, dat soort dingen. Eigen kracht. Of eigen kracht, ja. Of familiegroepsconferenties. Nou ja, al dat soort dingen, dat proberen we nou juist... ook voor Hollandse witte gezinnen, omdat ook daar individuele dingen niet helpen. Wat moet er eigenlijk veranderen? Hoe kijk je gewoon tegen het hele proces in? Nou, een workshop met jongeren. Ik ben vanuit werkgeverpositie met gewoon geoefend, echt een rollenspel. Hoe moet je binnenkomen? Je moet in mijn ogen kijken, je moet harder. Hand geven, ik moet jouw lichaamstemperatuur voelen wanneer je mij had. Gewoon echt dit soort praktische tips. Factoren zijn dat participatie, integratie, ook de leren van de Nederlandse taal belemmerend is voor de cliënt. Dan gaan wij pas over zorg hebben. Over de begeleiding hebben. Tot deze punt, wij hebben niet over de begeleiding, wij hebben niet over trauma, maar het is hoe, wat heb je nodig om te kunnen functioneren voor je toekomst, wat is je toekomstplan? Hier beginnen we over de begeleiding, nou, waarbij nodig is, gaan wij ook in de samenwerking met onze ketenpartners, kan GGZ zijn of behandeling. En vanuit daar, maar dat laten we onze cliënt hier ook niet los. Want in behandeling gaan betekent niet dat ze moeten een non-actieve positie nemen. Zelfs tijdens behandeling proberen we ook hem nog actief te houden. Dus jij gebruikt medicijnen, prima, moet, mag, maar we komen jou 's ochtends ophalen. Wij hebben eigen vervoer. Nou, ligt in bed, maakt niet uit. Mijn collega blijft zo lang bellen totdat ze gewoon naar beneden komt. Nou, en wanneer ze actief blijft, ook in de dagbesteding, komt ze in de dagstructuur, ritme, en op een gegeven moment zie je dat het verwerking van de medicijnen en het gesprek, na enkele maanden kan je weer alles opnieuw oppakken. Verrassende resultaten gaan zien van mensen die waarvan jij misschien... Voordat ze dit op deze manier werden benaderd, ik zeg maar even, gewoon niet actief werden, thuis bleven zitten en allerlei extra klachten gingen krijgen. Terwijl hier mensen gewoon misschien snel, op zijn minst vrijwilliger worden en misschien wel weer een baan krijgen. Voor thema's wordt in de computer. Waar ben je het meest trots op? Waar ben je het trots op? Wanneer je echt ziet dat je met wat je hebt gedaan, dat het echt resultaat is. Dus vooral met kinderen. Dat wanneer ouders zien, vooral met kinderen, wanneer ze zeggen, die zijn bijvoorbeeld. Maar wanneer ouders bijvoorbeeld zeggen, ja, mijn kind die is zo gedisoriënteerd, ik weet niet wat ik ermee moet doen. En dat je na een paar maanden ziet dat de kinderen weer normaal slapen, een eigen slaapkamer hebben, op tijd naar bed gaan, geen luier meer dragen, geen 6-jarige leeftijd. En een dagstructuur hebben. Nou ja, ik denk dat dat mij het meest gaat. Ja. Jullie ook. Wat gebeurt hier? Wij hebben hier gedaan voor de dagbesteding. We zijn nu bezig met eigen opdrachten, maar we werken ook met andere opdrachten van andere bedrijven. Tassenopdrachten van verschillende tennistassen, kahawa-bags hebben we gedaan. Okay. En we werken ook met bodem met emissie, dus dat helpt. En je maakt kleren ook gewoon voor jezelf? Ja, dat moet wel. Dat is zelf. Ja, een hele show. Ja, dat is een mooie show. Kom maar, dat heb je zelf gedaan. Ja, dat heb ik zelf gemaakt. Dus ja, samen met mijn vriendin, de student.
Nou, dat is mooi. Ja. Wil je er misschien later ook je rol van maken? Graag. Van net een liefde. Zit dat er een beetje van als het misschien ook een soort ondernemer kunnen worden? Nederlandse taal en andere activiteiten. En hij gaat straks een workshop doen. Dat is jouw huis hier. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Iran. Iran, Iran. Azerbeidzjan. Afghanistan. Afghanistan. Ja. Ook Irans. Ja. Maar we hebben de hele wereld hebben we hier in huis. Ja. En dansen. En wat is vertel eens wat over jullie droom. Wat wil je? Mijn oma is. Wat willen jullie nog doen? En die was altijd heel trots op dat ze altijd nog haar handen zo op de rommel. Dromen is denk ik ook heel trots op. Dromen. Gezondheid is belangrijk. Ja, gezondheid. Goede zorg. Goede zorg. En vrijheid. Maar ook activiteiten waar ze goed in waren in het land van herkomst. Handwerken en dat soort dingen. Ze hebben ook een paar keer ook sjaaltjes gisteren hier al zo'n kraaltje voor mij gemaakt. Ja? En ik had voor haar ook een kraaltje gemaakt. Ja, klopt. Dat ook aan dat meteen. Daar werkt dan ook aan dat meteen. Ja. En Shamaya klopt het dan. En deze armband heeft ze vandaag zelf gekocht. Oh, mooi. Ja. Staat ook goed bij de jurk. Ja, En heeft u ook een armband gemaakt vandaag? Ja. Ik denk dat dus mijn jurk aan in hem rond? Nee. Ja, nee, ik had mijn hobby's. Echt maar kloppen. En ik was vanavond bij Sleutel gaan slapen. Op mijn busje weer gaan staan, was ik 80 kilo. Ik zag, oh my god. Ik dacht, ik ben 70 kilo. Je eet het allemaal zelf op, ook. Ja, zeker. Ja, stikken, hè? Stikken hoor. Dat is stikken hoor. Ja, dat is dan ook weer zoiets. Maar is dit wat je gewoon, als je weer een beetje beter bent geworden, dat je dan wel weer de dingen wil doen, of is dit voor altijd? Nee, altijd hoef ik niet, voor niemand. Niemand vindt dat ze moet altijd blijven hier. Maar iedereen gaat proberen, stap voor. Ja. Maar, proberen, dat ze, maar ja, maar niet betekent, het is helemaal gelukt. Sommige mensen kunnen echt niet is ook hoe ze willen, kunnen. Dit is een heel ander verhaal. Ja, hoe belangrijk. Wat betreft is het geslaagd. Nee, leuk. Echt leuk. Ja. Ik ben echt benieuwd wat hij zo indrukt. Ja, nee, hartstikke mooi gewoon. En ik vond het fijn om even met wat mensen te kunnen praten, want dat is precies wat jij zegt. Dat is toch de beste manier om een beetje even. Ja, dat zijn altijd. Je weet het, hè, ik heb als gemeentesecretaris dit soort dingen ook wel eens gezien. Maar dat is alweer een tijdje geleden. En het is altijd indrukwekkend. En, dus ja, mooi. Mooi wat jullie doen. Volgens mij ook nog hartstikke effectief, denk ik. Dus daarom vroeg ik van heb je al wat resultaten? En als je niet kan tellen, kun je vertellen. Ja. Want dit is goud. Die verhalen zijn toch. Ik zei net van hoe langer als je dit, hoe meer van dit soort verhalen je krijgt, hoe linkser je hoort. Want je zegt altijd, hè, ouder je wordt, hoe rechtser je hoort. Maar dit zijn natuurlijk altijd indrukwekkende verhalen. En dan is het niet meer 10.000 of 25.000. Dus wat was het ook weer in het paragraafje tussen de 2500 en 25.000. En ik geloof er ook in dat er heel veel, deze groep was wel, hè, die vrouwen die zaten allemaal nog volgens mij wel midden in de verwerking. Nou, ik zat er een beetje van, heb je nog dromen of ga je nog. Ik geloof niet dat ze zelf al het idee hadden dat ze daar al aan toe waren, maar ze waren wel weer. Volgens mij was het wel een eerste basis gelegd. Hè? En natuurlijk slim om het allemaal door elkaar te zetten, want dan moeten ze wel Nederlands praten. Als je Azerbeidzjan, Irak, Iran, als je dat allemaal door en Turkije door elkaar zet, dan moeten ze Nederlands praten. Ja. Want anders dan is het niet. Hè? Nee, gelukkig. Ja, die culturele aspecten, maar aan de andere kant, zonder dat het douanematig is, ja, moeten ze gewoon een gezamenlijke taal laten.